De gemeenteraad start binnenkort met hoorzittingen om een helder beeld te creëren van de problemen omtrent jeugdzorg. De hoorzittingen zijn onderdeel van een traject om jeugdzorg in regio Zuid-Holland-Zuid te verbeteren. Dit was gestart nadat Belangenvereniging Ouderplatform in maart alarm sloeg. We hebben afgesproken 3 dingen te doen. Vanuit Zwijndrecht vertelde een aantal raadsleden ons dat zij hoorzittingen hebben gehouden rondom het thema zorg. Dat idee is in ieder geval opgepikt door de Dordtse raadsleden met de gedachte om vanuit de gemeente Dordrecht dat ook eens te gaan organiseren. Tweede is dat de gemeenten in de Hoekse Waard doen een onderzoek met de rekenkamer naar de effecten van de zorg. En als derde, en misschien wel het belangrijkste, gaan we in de maand mei ons buigen over de begroting van de dienst gezondheid en jeugd. En dat klinkt heel saai, maar in die begroting staan feitelijk alle voornemens met betrekking tot ook de jeugdzorg. En willen wij met die 17 gemeenteraden, willen wij eigenlijk één en dezelfde zienswijze geven aan het bestuur. Zo'n hoorzitting zou als volgt in zijn werk gaan. Je zou je daarbij voor kunnen stellen dat er een avond wordt georganiseerd zoals een paar weken geleden, waarin de raad mensen die gebruik maken van de zorg, mensen die afhankelijk zijn van de zorg, dan wel mantelzorgers en betrokkenen die daarmee te maken hebben, uitnodigt om hun verhaal over de zorg ook eens te vertellen. Wat hun ervaringen zijn, goed en slecht, zodat we meer een beeld krijgen wat de werkelijkheid weergeeft met betrekking tot de uitvoering van de zorg.